Hallo, welkom bij Konijnenvoer TV. We gaan vandaag een zoet gerecht maken. We gaan ijs maken met één ingrediënt. Het kan, het is geen grap. We gaan er nog wel wat dingen bij doen om een smaak te geven, maar bananen gaan we veranderen in heerlijk romig ijs. Wat we nodig hebben is rijpe bananen. Ze mogen in principe nog wel wat rijper zijn dan dit hoor. Eigenlijk hoe donkerder, hoe beter, hoe zoeter het gaat worden. Als er maar niet heel veel bruine plekken in zitten. Het is ook wel goed om te weten als je hier ziet, die geconcentreerde bruine plekken, dan is hij waarschijnlijk ingeduwd of hij is gebruised en dan wordt het bruin. Je wil eigenlijk die vlekjes. Hoe meer van die vlekjes, hoe beter. Ik denk dat hij rijp is. We pakken even twee bananen. Die bananen snijden we in plakjes. En die plakjes banaan, die doen we in diepvriesbestendige zakjes. En wat daarna belangrijk is, we leggen die plakjes banaan redelijk plat in het zakje. Dit doen we omdat als het bevroren is, dat je niet één groot cluster met bevroren banaan hebt. Wat je dan uit elkaar moet trekken voordat je het kan pureren. Dus we hebben hier plakjes banaan, die gaan de vriezer in. Deze moeten minstens een nachtje in de vriezer. Ze moeten helemaal door en door bevroren zijn. Kijk, ik heb even een assistent nodig. Manuel, wil jij me helpen? Zeker, met liefde. Hey man. Hey. Deze mag in de vriezer. En wil je dan even een zakje wat ik heb voorbereid terughalen? Ja, zeker. Dankjewel. Vroren banaan. Sommige stukjes die een beetje aan elkaar zetten, zorgt dat het een beetje los is. Bananenijs, bananen ice cream, zoals het veel wordt genoemd ook. We hebben dit gedaan bij de eerste pop-up die we ooit hebben gedaan bij Tape in Arnhem. Jij was erbij. Jij zorgt voor de desserts toen, hè? Je hebt dit vaak gemaakt. Weet je nog hoe het moet? Zeker. Ja. Zeker! Ja man, we gaan ervoor. Oké, we gaan. Dit is wel een nieuwe swing. Nieuwe swing. Nieuwe flex. Pistache. Banaan gaat in de... Banaan gaat erbij. Blender, food processor. Kan wel meer bananen. Kan altijd meer bananen in. Maar altijd meer bananen. Weet je waarom bananen krom zijn, Damian? Waarom zijn bananen krom, man? Omdat ze naar de zon toe groeien. Dat is een goeie. Dat is een goeie. Als de kroegen weer open zijn, ga ik deze zeker een keer... Nee, dat heb ik van mijn moeder geleerd. Is geen aanval. Kroegmop. Facts. Feiten. Oké. Okay. En we doen een klein beetje havermelk bij. Kan elke melk zijn. Kan ook een beetje kokosroom zijn of kokosmelk. We doen het gewoon door het klein beetje vocht komt het los. Oké. En deze gaan we nu blenden tot het een gladde, smeuige, zachte puree is die bevroren is. You wanna push the button? Ja. Oh, shit. Oké. Oké, nog een keer. Take two. Take two. Take two. Hij is een beetje chunky. Is droog. Klein beetje vocht. Tussendoor. Klein beetje bewegen, zodat alle stukjes dadelijk goed worden gepakt. Dan gaan we weer. Klein beetje melk. Hoppa. Zou je dat ook kunnen maken van avocado's? Het zou best wel kunnen. Zou best wel kunnen, toch? Zou best wel kunnen. Ja. Er zit natuurlijk geen suiker in avocado en er zit niet zoveel zetmeel in als in bananen. Dus het gaat nooit ijs worden, maar je zou wel wat bevroren avocado of gewoon avocado hier aan toe kunnen voegen. Ja, heb je avocado-banaan-ijs, dat zou echt heel vet zijn. Ja. Wat je ook kan doen, wat bevroren stukjes mango, bevroren stukjes ananas. Super hierin, echt heerlijk. Bosbessen-bananen-ijs. Kijk, hij begint al te komen. Zo, die textuur hè? Hij is zo ice creamy. Je moet hem af en toe een beetje op gang helpen. Je kan ook wat minder banaan erin doen als wij hebben gedaan. Dan gaat het iets makkelijker. Er zitten nog een paar chunks in. Ja, we zijn er. Banaan is helemaal fijn. Kijk, het is gewoon roomijs. Ja, super mooie structuur. Bam. En als je hier wat meer melk aan toevoegt en wat chocola of wat cacao, dan heb je gewoon een milkshake. Wat koffie, een mokka milkshake. Dat is gewoon zo. Één ingrediënt zit hierin, hè? Ja, zoals ik al zei, je kan hier dus alle smaken aan toevoegen die je wil. Je kan alle soorten ijs maken. Wij gaan pistache ijs maken. Je hebt hier super mooie pistache boter, pistache pasta. Dit is niks anders dan gewoon gemalen pistache noten. Je kan het ook zelf doen, zelfs in zo'n apparaat, maar dan moet je alle vliesjes eraf halen. Dat is wel een commitment. En er zit geen olie bij of zo. Dat is... puur die noot. Dit is 100% geroosterde pistache.
Een soort mengsel van de allerlekkerste pindakaas die ik ooit heb geproefd en behanglijm. Maar, maar super lekker, man. Kijk, hier is ons prachtige pistache-ijs. We gaan het nu afmaken. Wie mij een beetje kent, weet dat ik het altijd lekker vind om een klein beetje heel mooi grof madonzout over zoete dingen te doen. Dat haalt alle smaken echt super erg naar boven. Ik heb hier een paar pistachenootjes. Ga ik een klein beetje choppen. Waar komt madonzout vandaan? Is dat gewoon een zee? Ja, Madon is een stad in Engeland. Het is Britse zeezout. Het wordt echt van die rotsen geschraapt in Engeland. Het is heel mooi puur. Het heeft een hele mooie smaak, er zitten heel veel mineralen in en het verkruimelt heel erg in je handen. Zo. Tot slot gaan we wat pure chocola eroverheen schaven. Wat een handige truc is, je legt de chocola een beetje op je snijplank tegen je onderbuik aan. En dan kan je met je mes kan je hele mooie... Kijk. Zo. Zie je dit? Vet hè? Zo, dit ziet echt heel goed uit. Met een lepel wil je? Goud, altijd goud. Ik ga met jou mee eten, ja? Bedankt man. Yes. Klaar voor de zomer, toch? Man. IJs, hè? Zo snel, alleen banaan heb je nodig. Het is gezond. Het is echt gewoon gezond, dat is het gekke. Ja, het is gezond, maar het is gevaarlijk, want voor je het weet eet je 10 bananen op. En die tijd hebben wij gehad. Dat zout, hè? Super lekker man. Dank.